Hubert Rampersad ging gisteren tijdens een brainstormsessie van de Kenniskring in op de invloed van kennis en innovatie op ons functioneren. Volgens hem zijn dit de belangrijkste sleutels tot overleven in de huidige internationale concurrentiestrijd. Rampersad was gastspreker tijdens de lezing in het Lalaroek-gebouw. Hij is van mening dat kennis in mensen zit en met die kennis zijn mensen in staat bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Kennis kan bijvoorbeeld technologisch van aard zijn, betrekking hebben op nieuwe markten of de wijze van organiseren. Kennis is wel sterk aan slijtage onderhevig. Rampersad zegt dat wij als mens voortdurend moeten blijven leren. Leren is het proces van kennisverrijking, het productieproces waarmee kennis wordt gemaakt, oftewel het actualiseren van kennis. De manier waarop we met beschikbare kennis omgaan heeft dus een belangrijke invloed op de concurrentiekracht, zei Rampersad op de lezing.